Goeiedag, dit is de Telegraaf Nieuwslist van woensdag 28 december met het nieuws in 100 seconden. Doutzen is uit, Laura Kampman in. Zwaardepineut, bijzondere schildpad, pas op voor telefoonterreur, pawnshopovervaller wordt neergeslagen, rennen voor nieuwste Nike's en hoe is dit mogelijk? Wie gaat het maken in 2012? Pagina Vrouw blikt vandaag vooruit met een hele nieuwe in- en uitpagina. Eén ding kunnen we alvast verklappen. Het model Laura Kampman lijkt Doutzen Kroes van de troon te gaan stoten. Oordeel zelf. Dit is een zogenaamde Golden Big Willow. In totaal werden er 117 van deze mortierbommen in de opslag van een 21-jarige man uit Heemskerk gevonden. In het verleden zijn bij het afsteken van dit gevaarlijke vuurwerk doden gevallen. Straks gaat deze auto de lucht in, maar nu eerst. In 2008 was hij nog gestrand in Nederland. De schildpad met de naam Johnny Vasco da Gama. Hij werd naar Portugal gevlogen waar hij jaren werd verzorgd. Nu is het dier uitgezet in de Golf van Mexico. In Amsterdam zijn malafide exploitanten van telefoonnummers actief. Er worden sleutelhangers en portemonnees gevonden met nummers erop. Maar de eerlijke vinder die zo'n nummer belt, strandt in een wirwar van menus terwijl de teller loopt. Gewoon naar de politie brengen dus. Als deze Amerikaanse pawnshop-eigenaar voor de tweede keer door dezelfde overvaller wordt bedreigd, lost hij het zo op. Met dit resultaat. If he wants money, get a job. Work. Like everybody else in this world. Het is in deze winkel in Amerika rennen voor de nieuwste Nike's, want anders zijn de gimpen uitverkocht. They literally broke a door off the hinges. Several people were trampled, while others crawled over them to get inside. Based on the smiles we saw, it's obvious they got what they wanted. Dit was een nieuwsflits. Kijk nu nog even naar deze bizarre video van een vliegende auto. Wie weet hoe het werkt, mag het zeggen. Tot morgen.